Zou ik eigenlijk wel, dat zou ik dan wel heel bijzonder vinden. Heb jij dat ook? Nou, ik heb liever niet dat hij wint. Want dan zou namelijk dat matje niet kan winnen. Ik weet van Nicky Terpstra en ook van Lars Boom, die willen nog steeds niet zeggen met hoeveel barren in de banden zij Parijs-Roubaix rijden. Weet jij nog met hoeveel barren jij vroeger reed? Ik merk wel zo in mijn omgeving dat mensen toch weer hunkeren naar het voor de televisie liggen met een biertje en een pakje chips. God, Adrie, jij bent dan nog uit de tijd dat we bier nog uit houten kratjes dronken. En nu zit je gewoon te videobellen. Ja. Is het allemaal gelukt? Ja, hulp van buitenuit, dan lukt het wel. Oh ja, hartstikke goed, man. Hey, we zitten nu te wachten op het wielernajaar. 100 dagen en dan een compleet wielerseizoen in 100 dagen gepropt. Heb je er een beetje zin in eigenlijk? Maar ik denk dat het net als voor iedereen is. Dat het spannend uitkijken is of het doorgaat allemaal nog. Ik bedoel, er is wel een hele mooie kalender gepland. Maar ja, als je dan toch ziet dat links en rechts toch weer wat noodsituaties de overhand gaan krijgen. Is het nog maar afwachten of het wel op 1 augustus van start kan gaan. Ja, ik hou mijn hart ook vast. Hoe is het met Mathieu dan? Maar die is nu op hoogtestage in La Plagne, geloof ik, hè? Ja. Nou, ik denk goed. Ik denk dat hij op een leuke manier, als je over leuk kunt spreken, de periode is doorgekomen. Afwisseling met zijn mountainbike, de wegfiets en wat andere leuke dingen gedaan. En dan zijn ze nu op hoogtestage gegaan. Nou, rijdt Mathieu, die rijdt een seizoen. Die rijdt volgens mij alle grote klassiekers. Te beginnen bij Strade Bianchi. Vlaanderen rijdt hij. Hij rijdt Luik. Ze zijn zelfs uitgenodigd voor de Ronde van Lombardije. Is dat nou realistisch dat hij in dat soort koersen ook meedoet voor een podium? Ik bedoel, de Ronde van Vlaanderen winnen en Luik-Bastenaken-Luik. De enige die je kan bedenken die dat ooit deed zo'n beetje. Dat ben jij, Adrie van der Poel. Ja, maar ik zeg altijd, het wordt gewoon een heel raar seizoen. Het is natuurlijk ook raar dat je, kijk, Lombardije die valt aardig op zijn plaats. Maar een Parijs-Roubaix en een Milan-Sanremo en nog wat andere klassiekers die normaal allemaal al lang verreden zijn, die worden nu pas verreden. Ik denk dat iedereen rijkhalsend uitkijkt naar die koersen. Maar het gaat volgens mij toch niet hetzelfde zijn als in het voorjaar. Ik bedoel, je kunt zeggen Milan-Sanremo blijft Milan-Sanremo en dat is ook zo. Het blijft 300 kilometer, dat blijft ook zo. Maar het is op een heel ander tijdstip van het jaar. Hè? Dus ik ga ervan uit dat de renners misschien wel, dat de verschillen misschien nog iets kleiner zijn. Dat ze, ja, iedereen heeft nou een hele lange periode gehad om voor te bereiden. Terwijl je, wanneer je in maart zit, ja, heb je toch ook renners aan het vertrek staan die pas in april of mei goed moeten zijn. Dus die verhoudingen gaan volgens mij wel wat verschillen. Ja, maar zouden we dan ook verrassende winnaars kunnen krijgen dit jaar? Misschien wel, maar hoe je het draait of keert, gaan toch hele goede renners zijn. Dat is in het verleden geweest, dat zal nu zo zijn, dat zal ook in de toekomst zijn. En dan links en rechts om de aantal jaren zal er eens een keer een uitschietertje zijn. En misschien is dat van het jaar wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, hè? Ik heel stiekem hoop ik ook ergens dat Philippe Gilbert, dat het hem lukt om Milan Sanremo te winnen. Dat zou ik eigenlijk wel, dat zou ik dan wel heel bijzonder vinden. Heb jij dat ook? Nou, ik heb liever niet dat hij wint. Want dan zou hij dat matje niet kan winnen. Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het de renner is. Het zou zeker bijzonder zijn, dat hij grote monumenten. Buiten dat is het een een super professionele renner. En natuurlijk zou de naam Philippe Gilbert niet meer staan op de erelijst. En het zou natuurlijk toch weer een bekroning zijn voor zijn al schitterende carrière. En hij is volgens mij een van de grote kanshebbers. Ja, ik heb altijd wel een beetje zwak voor renners die eigenlijk door het hele jaar heen goed kunnen zijn. Ook in zulke verschillende wedstrijden. Maar dat kon jij ook. Ik bedoel, ik vind het altijd bijzonder op jouw erelijst dat jij hebt Vlaanderen gewonnen. He, maar je hebt ook de Amstel Gold Race gewonnen. En ook Luik-Bastenaken-Luik. Dat is in deze tijd is dat eigenlijk, zie je dat niet meer zoveel, die combinatie. Hoe is jou dat in godsnaam gelukt om een Luik-Bastenaken-Luik ooit te winnen? Ja, nou ja, kijk. Geluk is, je moet daar eerst zitten om te winnen. En ik had natuurlijk die dag, hadden we nog twee andere goede renners in de ploeg, Rooks en Teunissen. En ja, ik heb gewoon, denk ik, heel slim geanticipeerd op het koersverloop. En eigenlijk, ja, voor een groot gedeelte moet je het wel zelf doen. Maar ja, je kunt je dan toch ook, als je dan helemaal weg zit, weet de concurrentie ook wel. Ja, als we met Rooks doorrijden, dan snap je. Dus dan krijg je bepaalde situaties.
Maar uiteindelijk begint het gewoon met je maken dat je zelf heel goed bent. Maar denk je dat Mathieu daar ook toe in staat is? Dat hij, we gaan er eigenlijk allemaal zomaar vanuit dat hij vooraan mee kan doen in Ronde van Vlaanderen en ook in Parijs-Roubaix. Maar kan hij ook een finale rijden in Luik-Bastenaken-Luik of zelfs de Ronde van Lombardije? Dat lijkt me toch wel hoog gegrepen eigenlijk. Ja, je moet even kijken. Nee, ik bedoel, de Lombardije is vaak een koers die gecontroleerd wordt tot zeg maar die steile klim. Dan kan ik even niet op de naam komen. Wat is dat? Die Muro de Sormano of zo? Ja, die bedoel ik. En dat is eigenlijk maar een inspanning van 9 minuten. Hè? 9 à 10 minuten. Dus ja, dat is ook, het is gewoon, je kunt niet veel harder rijden dan de eerste doen. Ook een stuk zachter wel, maar dan kun je beter gaan lopen. Maar ook daar geldt weer wat ik net al zei, de renners gaan daar veel gemotiveerder aan het vertrek staan als wanneer je al een heel seizoen gereden hebt. Dus daar zal ook heel veel afhangen van het koersverloop. Ja, ik weet van Nicky Terpstra en ook van Lars Boom, die willen nog steeds niet zeggen met hoeveel barren in de banden zij Parijs-Roubaix rijden. Weet jij nog met hoeveel barren jij vroeger reed? Ja, 5. 5? Ja. Voor en achter? Achter ietsje meer. Waarom 5? Omdat de banden die laten een klein beetje lucht ontsnappen. Dus tegen dat je bij de kassei komt, zat er ongeveer nog 4,7 in en 5. Maar snap jij dat Nicky en ook Lars Boom, dat die daar steeds zo mysterieus over doen, dat ze dat niet wilden zeggen? Ja, ik bedoel, als je Terpstra en Boom, ja, wat zouden die wegen? 68, 69, misschien 70 kilo. Ja. Die gaan tussen de 4,5 en de 5,2 gereden hebben. Dus. En Mathieu is ietsje zwaarder, denk ik, of niet? Ja. Hoeveel weegt hij nu? 74 of zo, ja, denk ik? 72, 73 is te zien. Maar denk je dat hij meedoet om de winst in Vlaanderen en Roubaix dit jaar? Gewoon afgaande wat we afgelopen jaren gezien hebben, zeg ik, ja. Ja, en afgaande op hoe hij de hele lockdown, de hele coronaperiode is doorgekomen? Ja, ik zeg al, maar uiteindelijk gaat de eerste week van zijn koersen in Italië, dan ga je toch al een stuk beter inzicht krijgen van waar het eventueel naartoe zou kunnen gaan. Wij spraken Steven de Jong laatst en Steven de Jong zei, ja, die Strade Bianchi, daar begint het zo'n beetje mee. Hij zegt, ik heb het gevoel dat iedereen er als een gek in gaat vliegen die dag. Dat er ook nog wel eens een rare valpartij kan komen of zo. Ben je daar ook bang voor? Ja, dat heb je in het voorjaar ook. Hè. Ik bedoel, anderzijds is het, ja, als je Strade Bianchi zoals ik hem dan ken, als je gewoon maakt dat je op de eerste strook van voren zit, ja, dan is de selectie automatisch en je ziet gewoon dus dat na 1,5-2 uur koers, dan is het peloton al serieus uitgedund. En ja, ik denk niet dat het risico groter gaat zijn of kleiner gaat zijn nu Strade Bianchi op augustus valt in plaats van in maart. Hey, doe eens een prognose dit jaar. Hè? Want dat is natuurlijk altijd link. Hè? Maar als er nou één klassieker is of één grote koers waarvan jij denkt, daarvan heb ik echt het gevoel dat Mathieu ervoor gaat of dat hij kan winnen. Wat denk je dan? Hem kennende, ik denk dat we dat ook vorig jaar gezien hebben, zowel Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen. Als hij gewoon goed is, kan hij op heel veel terreinen meedoen. En ik denk niet dat hij zich meer gaat inspannen in de Amstel Gold Race dan in Vlaanderen of in Roubaix. Dus ja, en dan, kijk, als ik dan toch zelf mag kiezen, dan zeg ik van ja, ik pak dan gelijk Parijs-Roubaix, want dat blijft voor mij de mooiste klassieker. Die er is, omdat er gewoon. Het is zo speciaal, omdat je er maar één keer per jaar over die kassei rijdt. Hoe kwam die eigenlijk terug dan, Mathieu, van die verkenningen van die kasseistroken? Viel het hem mee of viel het hem tegen? Ik moet zeggen, ik heb heel weinig contact met hem gehad. Want hij is een paar dagen thuis geweest. Ja, daar zijn we, moet ik eerlijk zeggen, hebben we heel weinig gepraat over over de klassiekers. Ja, je ziet gewoon dat hij. Ik vond dat hij blij was dat hij het gedaan had. Maar bijvoorbeeld, ik ben er bijna van overtuigd dat hij Roubaix nog een keer wil verkennen. Ja. Daar hebben we het dan over gehad. En ja, hij was er nog niet helemaal. Hij zegt, ik weet het eigenlijk nog niet. Terwijl hij zegt van oké, we gaan ik noem maar iets, Amstel Gold Race verkennen. Ja, dan zegt hij van ja, dat weet ik nou onderhand wel. Want ja, daar rij je van jongs af aan, rij je al die klimmetjes op. En
Het is natuurlijk wel even leuk om de, even alles op te frissen, maar dat ken je bijna. Terwijl de Roubaix is volledig nieuw voor hem. Ja, we krijgen straks drukke dagen. Er is volgens mij één dag, dan is Parijs-Roubaix. Er is een tijdrit in de Vuelta. Waarschijnlijk ook nog een mooie veldrit ergens. Dus de hele dag voor de televisie, man. Ja, nee, ja, ik zeg al. Maar ik merk wel zo in mijn omgeving dat mensen toch weer hunkeren naar het voor de televisie liggen met een biertje en een pakje chips. Ja, het zou natuurlijk wel heel erg zijn mocht er een tweede golf of mocht de helft van wat nu gepland is, dat ook allemaal nog afvallen. Het zou wel heel erg zijn voor het wielrennen in het algemeen, maar ook voor die supporters, denk ik. Ja, nou laten we hopen dat het doorgaat. En als ik jou zo beluister, Adrie, dan zeg jij, het mooiste zou jij dus eigenlijk vinden als Mathieu misschien wel stiekem Parijs-Roubaix kan winnen. Is dat omdat je die zelf nooit hebt gewonnen? Nee, ik heb hem niet gewonnen. Ik bedoel, ik vind dat eigenlijk wel een leegte op mijn palmarès. Het was een koers die heel goed bij mijn mogelijkheden lag. Anderzijds moet ik ook zeggen dat ik daar nooit het tikkeltje geluk aan mijn zijde gehad heb, wat ik bijvoorbeeld in Luik-Bastenaken-Luik wel heb gehad. Ja. Maar ja, het zijn nou eenmaal zo. En ik ben er zeer trots op dat ik Luik wel gewonnen heb. Maar ik zeg al, ik zou ook niet weten welke andere grote koers ik zou moeten inleveren om dat te wisselen. Dus dat is heel moeilijk. Maar ja, ik zeg al, het was een koers waar ik echt elk jaar naar uitkeek. Maakte me niet uit hoe het weer was, goed weer, slecht weer, hoe de wind stond. Het was een koers. Qua uitslagen is het natuurlijk bij mij altijd wel goed geweest. Hoor, want ik heb toen een keer of 6-7 in de top 10 gezeten. Maar ja, net waar het om gaat, dat was er niet bij. En ja. Ja, het zijn nou helemaal zo. Anderzijds heb ik koersen gewonnen waarvan ik zeg, ja, die kan ik nooit winnen en die heb ik dan wel gewonnen. Dus ja, dat is nou helemaal het leven van een wielrenner. Ach ja, je verliest altijd meer dan je wint als wielrenner. Ik hoop dat Mathieu namens de familie van de Poel die leegte nog in gaat vullen op jullie palmarès. Ja, prima. Dat zou mooi zijn. Hey, heel veel plezier in het najaar, Adrien. Ik hoop je nog een keer te spreken. Veel succes, man. Ja, dankjewel. Yo. Hoi. Abonneer je nu op ons eigen YouTube-kanaal van Bureau Sport. En wat zien we daar? Allerlei hartstikke leuke, verrassende, grappige filmpjes met ons. Wow! Tjoep, tjoep. Die Wally. Ik mis hem nog iedere dag.